Wij maanden hebben gewacht hier in het Eiffel Towers Café. Onze algemeen manager Jos Frederiks. Jos, welcome. My first question: can we do the interview in Dutch, please? Ja, dat gaat geen probleem zijn. Dat gaat wel lukken. Jos. Eerst maar eens even kijken naar het afgelopen jaar. Er is een heel hoop gebeurd met jou en met de club. Ongeveer een jaar geleden heb je afscheid genomen als speler. Daarna werd je volgens mij derde assistent coach of iets dergelijks. En binnen de organisatie ben je inmiddels opgeklommen tot algemeen manager. Het gaat allemaal erg snel. De volgende stap is waarschijnlijk burgemeester. Ik ben daarna ook weer even gaan spelen. Hè? Dat was helemaal geen groot succes. Maar ik wil toch niet even aanstappen. Ja, burgemeester, misschien carnaval staat voor de deur, hè? Misschien ligt daar nog een mooie rol voor mij weggelegd. Prins Carnaval. Prins Carnaval, zoiets. Nou goed, wij krijgen meteen een interactief gesprek hier. Allerlei reacties, dat mannen niet uit het bos komen, is even de vertaling. Jos, als we, pak een beetje een half jaar terug in de tijd gaan. Toen heb je de stap gemaakt naar technisch manager, algemeen manager. Toen heb je het aardig voor je kiezen gekregen. Kun je even kort samenvatten wat er in die periode eigenlijk allemaal gebeurd is binnen de club? Ja, kort. Dankjewel, Jos. Ja, nou ja, goed. Ik bedoel, ik denk iedereen wel weet hoe dat toen gelopen is. Het was gewoon niet zo'n hele leuke tijd. Ik bedoel, het was lastig, we hadden geen succesvol sportief jaar achter de rug. Ook financieel werd het toen heel erg moeilijk. En toen gingen we een traject in waarin we toch ervoor moesten zorgen om die club een beetje overeind te krijgen. En daar zijn we toen aan begonnen. En ik zag hem hier net al staan trouwens. Kees Schellings was er toen bij betrokken. Daar werd ik heel blij mee dat ik dat toen niet alleen heb hoeven doen, maar samen met hem. Want dat waren hele lange dagen, maar ook hele zware dagen. Maar uiteindelijk was het toch hield je het vol omdat je toch zoveel positieve reacties van iedereen kreeg. Dat iedereen toch zo vol zit, zeg maar, om het basketbal hier in stand te houden. En dan denk ik dat er toch wel redelijk gelukt is uiteindelijk. Sportief gezien redelijk geluk, maar financieel de zaak ook weer op orde? Ja, op dit moment staat het er gewoon goed voor. Ik bedoel, We hebben flinke stappen terug moeten doen, maar zoals je ziet is dat ook helemaal niet zo erg eigenlijk. Uiteindelijk, als je veranderingen moet doorvoeren, heb ik geleerd hoor, het klinkt niet heel wijs, maar zo wijs ben ik eigenlijk helemaal niet. Is het helemaal niet zo erg als je dat, als je dan financieel een stukje terug moet, want dan is de noodzaak om te veranderen is gewoon een stuk hoger. Kijken we nu even naar het team wat er op de planken staat, voor een groot deel ook jouw verdiensten. Hoe kijk je daar zelf tegenaan? En laten we het even beperken tot de Amerikaanse jongens die gehaald zijn. Ja, ik vind het vooral heel erg leuk om naar te kijken. Ik denk dat dat genoeg zegt. Als ik, zijn uitwedstrijden voor mij nog het leukste eigenlijk, want dan kan ik gewoon rustig gaan zitten en dan hoef ik me nergens druk om te maken. Maar ik betrap mezelf erop dat ik de laatste tijd gewoon ga zitten en ervan geniet. Maar van de hele ploeg hoor, niet alleen natuurlijk. Turner is helemaal een genot om naar te kijken, want dat mannetje is gewoon leuk. Maar de hele ploeg, als ik zie hoe ze spelen, het plezier wat er vanaf straalt, dat ze het met elkaar doen, dat ze blijven knokken. Ik bedoel, ook al staan ze 50 punten voor of 10 achter, ze blijven ervoor gaan. Ja, ik kan er heel erg van genieten. Als je als outsider, dat is natuurlijk best lastig, zou kijken naar het team wat nu speelt. Je hebt inmiddels ook de andere teams gezien, de andere favorieten zeg maar, voor de titel voorbij zien komen. Laten we het beperken tot Groningen en Leiden. Want ik denk dat we de grote drie, hè, dat we daar een bos bij mogen noemen, Eiffel Towers. Hoe schat je dan de kansen in voor deze ploeg richting play-offs? Ik denk dat je gelijk hebt. Groningen, Leiden, de Bos, één van die drie gaat kampioen worden. Moet heel raar lopen, wil er nog een andere ploeg tussen komen. Groningen is wel titelkandidaat nummer 1, maar ik denk als we dan even teruggaan en echt naar onze ploeg kijken. Ja, ik denk dat we wel voor hele leuke dingen kunnen gaan zorgen. Zeker wat ik net zeg. Je hebt een ploeg die... een mooi voorbeeld is eigenlijk als je naar de statistieken kijkt, dan zie je... Er is niemand die er echt bovenuit steekt. Je hebt geregeld wedstrijden waar er 4, 5, soms 6 mensen in de dubbele cijfers zitten.
veel assists ook, dat is ook vaak een goed teken van onze spelen. Verdedigen hard, dat is ook goed. Dat is een goede basis om de play-offs in te gaan, want dat is nog een tijdje weg hoor. Maar dan ga je heel veel wedstrijden spelen en als je dan geen goede verdediging hebt, dan wordt het altijd lastig. Dus goed, Groningen is favoriet nummer 1. Ja, tegen Leiden heb je zelf kunnen zien. Hè? 1 keer gewonnen, maar eigenlijk alle 3 de wedstrijden voor het grootste gedeelte gecontroleerd. In die halve finale zou het toch wel prettig zijn als we die tweede plek nog kunnen pakken. Want thuisvoordeel is toch wel prettig, zowel in Leiden als in Groningen. Hoewel we dat niet meer gaan halen. Maar ik denk dat vooral die play-offs nog wel eens heel erg, dat we mensen nog wel eens kunnen gaan verrassen, laat ik het zo zeggen. Het team wat we nu zien, dat is ook het team waarmee we zeg maar de rest van de competitie en de play-offs ingaan. Ja, ik weet niet, heb je andere ideeën dan of niet? Nee, maar het zou kunnen zijn dat jij nog andere ideeën hebt, of die overigens realiseerbaar zijn, weet ik even niet. Want de transferperiode is afgesloten of niet? Ja, nee, die is nog niet afgesloten, maar voor ons wel. Ja, even afkloppen, je weet nooit wat er gebeurt in geval van blessures en zo. Maar dit is een bewuste keuze die we hebben gemaakt. Kijk, we hebben natuurlijk de afgelopen jaren altijd met 10 of 11 man naar de rotatie gespeeld. Ik hou daar persoonlijk niet zo van. Dan kom je ook weer, is het ook weer een, ik denk dat je beter met een goede 9-mans rotatie kan werken en daar wat jonge jongens omheen zetten. Zodat ze ook echt de kans krijgen om zich te ontwikkelen, wat je vandaag dus weer zat. Zacht, dat vind ik ook heel erg leuk. En daarnaast is dat natuurlijk ook een financiële kwestie. Ik bedoel, je kunt beter je geld in 9 spelers stoppen dan in 10 of 11. Maar nee, er komt zo niks meer bij. Dit is wel... In mijn ogen wel goed. Niet alleen in mijn ogen, maar in heel de technische staf. Kijk, en natuurlijk heb je nou wel een situatie als je geblesseerd raakt of je hebt schorsingen dat het even dun wordt. Maar ja, dat heb je altijd. Als je zoveel wedstrijden speelt in een seizoen, ja, dan heb je wel eens moeite niet te druk om maken. Ik heb nog 2 vragen voordat we naar een andere, toch wel belangrijk item overgaan vanmiddag. Mijn eerste vraag is de man die we niet al te vaak meer zien in de laatste tijd hier in de hal. Ik vind dat toch wel erg jammer. Is Erik Curvers, onze voorzitter. Waarom eigenlijk? Ja, daar kan ik natuurlijk heel makkelijk van afmaken om door te zeggen van dat zou je aan hem moeten vragen. Maar ja, dat lukt niet, omdat hij... Nou ja, goed, heel eerlijk, ik heb veel contact nog met hem. Het verhaal is eigenlijk heel duidelijk. Hij heeft best wel lastig gehad afgelopen zomer, omdat het was een moeilijke periode, maar ook voor hem persoonlijk, omdat hij toch wel het een en ander over zich heen heeft gehad. Ja, en daarnaast heeft hij ook gewoon gezegd, nou ja, als jij het dan moet gaan doen, dan laat het er ook maar eens even zien. En dan blijf ik lekker op de achtergrond, want als ik daar rondloop, dan krijg ik toch altijd weer de vragen. En hoe zit dit, hoe zit dat? Los het maar eens even op en dan zien we straks hoe het gaat. Dat is in ieder geval een eerlijk antwoord, Jos. Weten we dat ook weer, want dat is toch een vraag die bij een aantal supporters kwam. En mij werd verzocht om die vraag ook maar even aan onze grote man hier naast me voor te leggen. Laatste vraag waar ik mezelf enigszins druk over maak, is dat ik toch bespeur dat wij in Den Bosch een soort bioscooppubliek hebben. Ik bedoel, wat is er nou voor nodig om die mensen op de banken te krijgen en niet alleen in play-off wedstrijden, maar wat kunnen we daar als organisatie en misschien ook als supportersvereniging de Tigers aan doen om dat enthousiasme in die zaal weer terug te krijgen? Ja, dat is goed. Ik had het een tijdje geleden al over met de mensen die daar zaten. Ik zei, waar is die tijd gebleven dat de reclameborden over het veld heen vlogen? Goed. Hebben we een paar vrijwilligers, André misschien voor de reclameborden? Nee. Nee, maar je hebt al gelijk. Ga verder, Jos. Sorry. Nee, luister. Ja, goed. Amerikanen die hier komen, die zeggen wel eens, die noemen het tennispubliek. Hè. Die zeggen, er wordt pas geklapt als er iets gescoord wordt. Maar ik denk dat we daar ook niet zo moeilijk over moeten doen. Dat wij gewoon moeten zorgen dat er goed en leuk basketbal gespeeld wordt en dan gaan de mensen wel zelf op de bank staan. Nee. Nou, dat was het serieuze gedeelte en dan nu een moment waar de man in kwestie al maandenlang mee bezig is, moet ik zeggen. Hij heeft terecht op gewacht. Het is tijd voor de vraag van Lex. Ja, een mager applaus. Dat zal waarschijnlijk de reden zijn dat Lex zich niet meldt. Nee, dankjewel, want ik moet praten. Ik zou graag een hapje nuttigen. Ik begrijp nu dat Lex even op zich laat wachten, Hans. Lex is vrij om omkleden. Oh, Lex kleedt zich om op dit moment. Hij wou een beetje leuk presentatief voor je. Oké. Ja, dat kijk eens aan, let's zien. Lex populieren met de vraag van Lex. Ja, even een beetje representatief uitzien. Mijn vraag aan jou, Jos.
heel kort en krachtig, zie je Eiffel het liefst in het wit of in het rood te spelen? Jongen, daar heb ik me dan al die weken druk om gemaakt op deze vraag. Als ik heel eerlijk ben, vind ik dit wel een heel mooi outfit zo. Maar nee, rood. Oké, dankjewel. Ah, nee, zo gemakkelijk komen we hier vanaf, Jos. Lekker rustig voor zitten. Ik zie jou net met de chef bezig en onze manager, heel eerlijk, je hebt leuk gedaan, maar ik mis iets. En dat vindt iedereen wel een beetje en gelukkig heb ik de oplossing gevonden. En als manager moet het toch een beetje overkomen als ze een beetje bedachtzaam praten, een beetje iets anders doen. Dus ik heb iets gekocht. Even de andere kant. Alsjeblieft, ik doe zelf ook eentje. Ik ga hem even overmaken. Ja, ik ga ook een aansteken. Ik ben gewoon een chef hier hoor, dus... Ik krijg hem niet open, hè, wel. Dat zijn honderd keer dan ik, hè. Ja. Ja, maar even hier, Jos. Ja, is goed. Dat is de eerste sigaar die je hier rookt en de volgende is met kampioenschap, ja. Dus, Maar dat beetje mag ook, hoor. Ik ben niet zenuwachtig dan. Goed, ik praat ondertussen gewoon verder. Kijk, en als je daarna geen antwoord weet, dan ga ik gewoon heel bedachtzaam aan de sigaar liggen lurken en dan... Johan Derks ook altijd. Goed, hoe ga je om met de eerste kritiek die vanuit de spelersgroep gekomen is? Ik heb gehoord dat de spelersgroep straksmiddag weer ze winnen. En iedereen is blij, maar gelijk kijken ze naar de spelerstunnel, omdat ze eigenlijk een knuffel verwachten van jou. Maar jij blijft gewoon boven zitten. Ja. En nou is het mooi moment om aan de sigaren te werken, Jos. Ja, dat is toch wel fijn dat ik dan zo'n sigaar heb. Ja, moet ik hier serieus antwoord op geven? Ja. Ja, oké, als dan serieus antwoord op te geven, ik voel mezelf wel prettig bij als ik daar lekker boven blijf zitten, lekker een beetje op de achtergrond en me niet te dicht op het team begeef. En dan mogen ze, als ze winnen, mogen ze lekker hun eigen feestje vieren. Oké, ja, dat kan. Daar zijn er meer dingen van kritiek op. Ik weet wel, een fan die laaiend was. Die had volgens mij een film gekeken van The New Kids. Want die schudden terwijl er allemaal uit voorkwam dat ik een spandoeken verwijderd had van hem. En ik weet niet hoeveel uur jongen ermee bezig is geweest. En dan is hij zomaar in één keer verwijderd. En, ja, ik kan niet afnemen wat ik ruik en herhalen, maar dat zou ik me niet doen. Nou weet ik niet precies wat je vraag is. Wat jij denkt, was zo'n fan nou denkbesnijden, jongens, urenlang bezig is met die spandoek aan het kalken en het wordt er gelijk afgehaald. Nou, ik, misschien moet ik, dat is een mooie om, wat chef net al vroeg, om sfeer in de zaal te krijgen, daar ben ik ook helemaal voor. Maar we moesten gisteren, samen met Rogier naar de Tuchtige Schildercommissie gegaan, om te proberen om die straf, zo laag mogelijk te krijgen. En toen ik de zaal binnenkwam en die spandoeken zag hangen, dacht ik nou... Dat lijkt me niet zo'n heel goed idee om dat nu te doen. Ja, maar... Oké, en dan komt mijn laatste vraag. En ik weet dat je een enorme hekel aan hebt als je iedere keer wordt vergeleken met mensen. Ja goed, als manager ontkom je natuurlijk niet aan, je bent ook jong en dynamisch. En wat vind je ervan dat mensen jou blijven vergelijken met Mark Rutte? Ja, daar kom je niet aan. Oké, dankjewel Jos. Lex, blijf er heel even bij jongen. Want ik heb begrepen, voor die afspraak hebben we met Lex ook gemaakt als supportersvereniging, dat dit voorlopig de laatste keer is dat we hebben mogen genieten van de